Een hele goede dag, beste kijkers van Crypto Coin Talk. En wat leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video hier bij ons op het YouTube-kanaal. Mijn naam is Thijs en vandaag ga ik met jullie kijken naar hoe jij een transactie uitvoert, oftewel crypto aankoopt op het Bybit-platform door middel van iDeal. Vind jij dat interessant? Laat even een like achter, abonneer hier beneden en druk ook op dat belletje om op de hoogte te blijven van wanneer wij wat posten. Nu, we zijn aangekomen bij de video. Allereerst wil ik jullie er eventjes op attenderen dat wij een linkje in de beschrijving hebben staan waarmee we beide voordeel hebben. Jij kan meedoen aan gave giveaways, competities en krijgt 10% handelskorting en ons steun je er ook mee. Dus zorg er zeker voor dat je die link gebruikt die in de beschrijving staat of bij het registreren de code 18915 gebruikt. Dat is onze code, daar help je ons een stukje mee, blijk van waardering. En we kunnen jou ook helpen door middel van die giveaways, competities en handelskorting die je ontvangt. Het registreren op Bybit is vrij simpel. Je gaat gewoon naar bybit.com, gaat vervolgens naar sign-up, voert daar die code in, 18915, geregistreerd met je e-mailadres en je wachtwoord en dan ben je klaar. Maar nu komt dus het interessante deel. Hoe ga je dan crypto kopen? We krijgen heel vaak de vraag hoe je nou uiteindelijk dus Bitcoin, Ethereum of andere crypto's op het platform van Bybit kan krijgen. Dit kan je natuurlijk doen door zelf crypto te versturen naar het platform. Maar er is ook nog een andere optie, namelijk de express aankoop, zoals Bybit dit noemt. Je gaat vervolgens naar het Bybit platform wanneer je bent ingelogd. Klikt linksbovenin op Buy Crypto. Ga naar de Express pagina en daar krijg je verschillende dingetjes te zien. Je ziet hier eigenlijk Buy USDT met euro's. En dat is wat we willen doen. We willen door middel van onze euro's crypto kunnen kopen. Je kan die bij Bitcoin en Ethereum kopen door middel van die iDeal transactie die we straks gaan uitvoeren. Ik kies voor het gemak even USDT uit en neem daarbij $20. Nou, wanneer we deze 20 invullen en vervolgens met de iDeal willen gaan betalen, zul je erachter komen dat dat helaas niet gaat. Het minimale besteding is €40 en de maximale besteding is 14.000. Dus hou er rekening mee dat je binnen die besteding moet zitten om crypto te kopen met de iDeal op het Bybit platform. Nou, dan kiezen we dus gewoon €40 uit, daar krijgen we 40 USDT voor terug. Je ziet hier het rekensommetje. De prijs die wordt weergegeven, houdt geen rekening mee met fees. Dus zorg ervoor dat je zelf wellicht een paar euro extra calculeert, mocht je het willen versturen, etc. Nou, we willen €40 kopen aan USDT met iDeal. Dat gaan we nu dus doen. En dan komen we hier dus uit bij de volgende pagina. En hier kunnen we wat betalingsproviders kiezen. En bij het kiezen van die betalingsproviders is het belangrijk dat je ook in de gaten blijft houden wat die minimale besteding is. Hoeveel moet ik minimaal besteden om hier een aankoop te kunnen doen? Sterker nog, kan ik hier wel een aankoop doen met iDeal? Nou, om zeker te willen weten dat wij een betaling kunnen gaan doen met iDeal, kiezen wij voor Banxa. Die ondersteunt ook iDeal transacties, dus die selecteren wij. Lees altijd eventjes goed de disclaimer en de algemene voorwaarden door, zodat er geen misstanden ontstaan. Kijk ook eventjes naar de fee die erbij zit, et cetera, zodat je daar zelf ook rekening mee kan houden en niet voor enige misstanden komt te staan. Nou, we hebben de disclaimer gelezen en willen verder met de transactie via Banxa. €40 en daar kopen wij USDT voor. Dan komen we vervolgens uit op de volgende pagina. Maar omdat ik al een keer een aankoop heb gedaan via Banxa op het Bybit platform, is het misschien wel even handig om te benoemen dat je hier wel wat informatie vrij moet gaan geven. Zoals je e-mailadres, je telefoonnummer, je naam, woonplaats, adres en daarbij ook een ID-verificatie. Wat houdt dat nou dus in?
Je moet even je paspoort een fotootje van maken of van je ID-kaart of van je rijbewijs. En daarna ook eventjes een selfie nemen met die desbetreffende kaart. Mijn ervaring was, is dat je binnen dezelfde tijd ook nog eens die transactie kan doen. Je hoeft alles maar in te sturen. Binnen een minuutje of vijf ben je klaar en kan je daarna je order uit gaan voeren. Hou er ook rekening mee dat deze gateway fee 0% is, maar de fee van Banxa of Bybit wellicht wat hoger ligt. Dus het is niet zo dat je hier straks niks meer over hoeft te betalen. Daarbij is het ook zo dat het eventjes kan duren voordat je crypto uiteindelijk in je wallet terechtkomt. Want nadat jij die ID-verificatie hebt gedaan, de transactie hebt gemaakt met een rekening die op jouw naam staat, ook erg belangrijk, komt de crypto binnen 48 uur op je rekening terecht. Dus mocht jij nu crypto aanschaffen met het idee van, oh, ik ga snel de dip kopen, dan zou het dus nog wel eens zo kunnen zijn dat je iets wat te laat bent. Dit is niet iets dat alleen Bybit heeft. Ook vele andere crypto brokers of crypto platformen waar je crypto met euro's kan kopen, hebben dit. Dus hou daar zelf ook gewoon rekening mee. Zoals wij ook zeggen, binnen traden en investeren is het super belangrijk dat je altijd een stukje cash achter de hand hebt om die investeringsbeslissing uiteindelijk te kunnen maken wanneer de markt bijvoorbeeld rood kleurt. Nou, dan gaan wij naar Create Payment. Dan gaan we verder naar de gateway en dan zie je dus dat we hier kunnen gaan kiezen met welke bank we willen gaan betalen. Hier nog een keer de heads up, de payment moet gedaan worden met een persoonlijk bankrekeningnummer. Die staat op jouw eigen naam en daarbij wanneer die dus succesvol door is gegaan. En met succesvol doorgegaan bedoelen ze dus juiste identificatie, juiste woonplaats, naam, telefoonnummer, adres, etc. Daarna wordt die dus geprocessed en krijg je binnen 48 uur, als het goed is, je crypto. Je kan in je bank kiezen en nadat je je bank hebt gekozen, kom je op de betalingspagina uit van je desbetreffende bank, krijg je een mailtje in je mailbox en is je betaling daarbij dus eigenlijk ook gedaan. Je krijgt dus binnen 48 uur je crypto nadat je een betaling met iDeal hebt gedaan. Nogmaals, zorg ervoor dat je alle informatie naar behoren invult en dan zal het ook zeer spoedig op je rekening staan. Mocht je nog geen account hebben op Bybit, gebruik dus ook zeker even dat linkje in de beschrijving. Hè. Je doet er ons een aanwinst mee en jezelf ook, want je kan meedoen met campaigns, giveaways en ook verschillende competities, waarbij je dus ook nog eens 10% handelskorting krijgt. Vond jij deze video nou interessant of nuttig? Laat even een like achter. Laat mij ook in de reacties hier beneden weten wat jij nog meer over het Bybit platform wil zien. En dan zullen we deze video's zeker in de nabije toekomst maken. En dan zeggen wij weer fijne dag en later.